Gemeente Barneveld heeft veel problemen gehad met het waterbergen. De uitbreiding van het industrieterrein en de dorpelijke kern die is zo hard gegaan dat er te weinig ruimte is geweest voor de natuur en voor de waterberging. Dus nu hebben we in de Esseldebeek de beek ruim gemaakt, lange taluds eraan. Veel ruimte voor natuur. Een hele grote bergingsbak gegraven die helemaal vol staat met bomen. Daar kunnen we nu 30.000 kuub water in bergen. En die kan in 3 kwartier gevuld worden. Dat zegt eventjes hoeveel snelheid er in het water komt daar. Dat geeft ook aan hoe hoog de nood was om die waterberging te maken. En we zijn nu ook weer met de gemeente Barneveld in gesprek om nog zo'n berging te gaan maken. En nu kunnen we op deze manier met landgoedeigenaren, met gemeente, met waterschap, de provincie werkt in mee, kunnen we het water opnieuw bergen en zo onze doelen halen.